De winter is begonnen op de Noordpool. Daar begint het ijs weer te groeien. Prachtige foto trouwens van Saunders Island aan de noordwestzijde van Groenland met landijs en zeeijs. En naar beide soorten ijs gaan we kijken. Eerst vanuit de ruimtebeelden van de ESA. Er worden metingen verricht, bijvoorbeeld van de, een van de vele gletsjers, de Noordenskiot Gletsjer. En als je die metingen nauwkeurig doet, van jaar tot jaar, dan krijg je een beetje een idee... van hoeveel ijs Groenland nou eigenlijk kwijtraakt. Dat kun je in kaart brengen. En bijvoorbeeld op deze manier kun je in de afgelopen vier jaar dan zien... Dat Groenland rooder kleurt, dat wil zeggen dat het om meters, vijf tot mogelijk zelfs tien meter op sommige plekken aan ijsverlies optreedt in deze periode. Ik heb het zelf ook gezien toen ik daar een aantal jaren geleden was. En als je dat optelt, dan gaat dat toch wel om honderden miljarden ton en eigenlijk nog meer aan landijs, dat uiteindelijk dus verdwijnt en in de zee terechtkomt. En omdat het in de zee terecht komt, betekent dat natuurlijk ook dat de zeespiegel stijgt. En dat kun je zien aan dit beeld. Meetbare hoeveelheden, oké okay, het zijn nog millimeters per jaar, maar het proces kan in de toekomst sneller gaan en een steeds grotere bijdrage gaan leveren aan zeespiegelstijging. Kijken we naar het afgelopen smeltseizoen, dat zien we hier eigenlijk allemaal in beeld. Het verloop van de oppervlakte aan zeeijs, de oranje lijn is 2017, werd in het vroege voorjaar de grootste hoeveelheid aan oppervlakte. En toen begon het smeltseizoen. Het ging niet zo hard als bijvoorbeeld vorig jaar, 2016, de rode lijn, maar toch steeds dieper en dieper zakken we weg. Dan uiteindelijk in augustus gaat het minder hard en uiteindelijk is het zeker geen record geworden. aan een kleine hoeveelheid oppervlakte aan zeeijs, maar toch, het zijn lage waarden. En 2017 op het rode punt hier kwam uit op 4,5 miljoen vierkante kilometer zeeijs, is heel weinig. Zit dicht bij recordwaarden, maar zeker niet in de buurt van het absolute record van 2012. Met ruim 3 miljoen vierkante kilometer zeeijs. Het ijs wordt er ook steeds dunner en dat kan je goed zien als je vanaf 1979 een grafiek maakt. De rode lijn zelfs heel erg laag. Recordwaardes werden er gemeten. Afgelopen maand ging het allemaal wat minder hard. En al met al is het geen record geworden. Uiteindelijk. We zitten er net een beetje boven. Maar toch, en dat is een hele belangrijke parameter: het volume aan zeeijs is extreem laag. Ongeveer op een nummer 2 positie. Samen met het gele jaar 2016. Het voorjaar was er trouwens record weinig zeeijs qua volume. Nou, zou dat gevolgen kunnen hebben, natuurlijk, voor wat er verder op het land gebeurt. Op dit moment is het Noordpoolgebied duidelijk veel warmer dan normaal. Zuidpoolgebied trouwens ook op veel plekken. Maar dit is interessant. Siberië en vooral dit donkerblauwe stuk is kouder dan normaal. En dat is waarschijnlijk niet toevallig. Want als het zeewater warmer is dan normaal en bovendien geen ijs bevat, komt er meer vocht in de atmosfeer. En kan het in het binnenland in Siberië eerder en harder sneeuwen, en daardoor wordt het juist kouder. Er worden wel eens verbanden gelegd tussen vroege sneeuwval in oktober in Siberië en de winter bij ons. Nou, wat voor winter we krijgen, is nog een beetje koffie kijken of het weer schaatsen wordt. Want in januari van dit jaar hebben we op sommige plekken geschaats. We zullen het afwachten. En uiteraard ook met u delen via deze media. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.